Martin Koetsier en Nicolette Koetsier. En ik moet zeggen ook Jem Koetsier. Hoe is het met hem? Ja, heel goed. Hij hangt enorm aan zijn moeder. Dus dat is alleen maar goed na 2 dagen al. Dus dat is voor de hechting alleen maar super. We hebben nog 2 zoons. En de jongste van die twee broertjes die tegelijk zijn gekomen. Die kwam ook uit Haiti, hè? Allebei uit Haiti, ja. En de jongste die was net 1. En daar heb je dus gewoon geen hechtingsproblemen mee. Die pakt dat gewoon heel goed op. Had jij liever dat Jem ook veel eerder hier naartoe was? Ja, dat geldt voor alle kinderen. Want er komen nu kinderen die gewoon getraumatiseerd zijn. Niet alleen door nu een aardbeving, maar ook door het enorme lange wachten. Nicolette, dat moet een buitengewoon emotioneel moment geweest zijn. Ja. Om hem absoluut in je armen te krijgen, terwijl je niet wist wat er de afgelopen dagen met het kind gebeurd was. Nee. En sowieso is het al een hele emotionele, of hè, voor het kind zelf al buiten de aardbeving. Maar echt, we hebben een geweldige escort, escorteur aan Bas gehad. Ja. En als de adoptie wat sneller zou gaan, zouden de kinderen ook eerder weer ververs kunnen worden. Wat nu dus niet kan. Ja, want dat is uw drive daardoor ook om hier te zitten. Om duidelijk te maken dat u vindt dat het veel en veel te lang duurt. Ja, voor de kinderen zeker. Dan maakt het voor ons niet, voor ons maakt het ook wel uit. Ja, ja. Maar niet zo ernstig als met de kinderen. Haiti heeft geen verdrag met Nederland. Terwijl andere adoptielanden dat wel hebben. En als dat verdrag, als daar eens aan gewerkt zou worden. En dat zal denk ik nu zeker gaan gebeuren, omdat het dus wel kan. En dat je dus een verdrag hebt dat de documenten eerder klaar zijn. Want nu worden de documenten van al die kinderen niet komen. Het moet nog wel gebeuren. Dat wordt nou hier in Nederland gedaan. Waarom dan niet zo'n kind oversturen na een aantal jaren of na een aantal maanden? Als je weet, de moeder doet definitief afstand. Of wees is, of door ziekte, of een moeder die overlijdt of wat. Dat je zegt, we sturen de kinderen en we gaan hier die spullen regelen. Want dat kan. We gaan het hebben, Dirk, over de nieuwe escapades op mediagebied die je hier in Nederland hebt. Je hebt een zender, of tenminste, je bent mede-eigenaar van een zender, Het Gesprek. En nu komen door jou bewonderde zender Het Gesprek. Sorry? De door jou bewonderde zender Het Gesprek. De door ons bewonderde zender Het Gesprek. Hoewel het soms wat moeilijk te vinden is en dat soort dingen. Maar goed, daar gaan we nu ook niet over hebben. Dat is onzin. Er zijn nu 2 kranten bijgekomen. Ja, ik heb dat niet alleen en gekocht. En er zijn wat. Maar ja, goed, waarom zou je iets kopen wat eigenlijk, ja, oud nieuws is? Nou, deze krant is kakelvers. Net van de pers. Dus dat net is van absoluut de pers? Wanneer denk je dat die van de pers is gerold? Die is vanmiddag om 4 uur van de pers gerold. Ik denk dat de NRC een hele grote toekomst heeft. Als je de geschiedenis bekijkt, in 1977 had de NRC 100.000 abonnees. 10 jaar later hadden ze 200.000 abonnees. En vandaag, ik heb het even opgezocht, zijn er 284.000 abonnees van de NRC. Het is een heel ouderwetse manier van denken om alleen maar naar die krant te kijken. Natuurlijk, papier staat onder druk. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja. Maar informatie kan tegenwoordig op heel veel verschillende manieren worden verspreid. En daar is de NRC eigenlijk van alle Nederlandse mediabedrijven het meest actief in en er al het meest ver in. Wat ik ontzettend goed vind, is dat de NRC steeds op zoek is naar vernieuwingen. Ik ben ervan overtuigd dat je binnen nu een aantal jaar een aantal nieuwe initiatieven van ons ziet. Dat staat vast. 2009 was een heel slecht jaar voor alle kranten. Daarom was 2009 het perfecte jaar om een krant te kopen. Als je iets wil kopen, moet je het altijd doen op het dieptepunt. Juist. Dan krijg je namelijk de beste prijs ervoor. Neemt uiteindelijk gewoon niet het belang van die krant af. Nee, want een krant steeds meer het krant, internet en nee, de iPhone. Jeroen, jij hebt al lang niet meer in de gaten wat de functie van de krant is. De krant brengt al lang niet meer alleen het nieuws. Een krant gaat vooral over duiding, analyse van het nieuws. Het nieuws zie je op televisie, het nieuws zie je op internet. En de krant leg je vervolgens uit hoe dat komt. Met Lodewijk Asscher, wethouder van Amsterdam. En Jan Broers, raamexploitant op de Wallen. Meneer Asscher, dit alles naar aanleiding van plannen van u om de Wallen, zoals het in de krant genoemd werd, op slot te doen. Dat wil zeggen, om 4 uur 's nachts gaan de deuren en ramen dicht. Ja. En om 8 uur 's ochtends gaan ze voor het eerst weer open. Ja. En het tweede voorstel dat u had, meisjes onder de 23 zijn daar eigenlijk niet meer gewenst. Althans niet als ze daar werken. Van de week werd bekend dat Saman B., Turkse crimineel, nu een disco runt in Antalya. En dat is iemand die op de Wallen en in andere plaatsen in Nederland vrouwen dwong zich te prostitueren. En ik vind dat je samen met politie, samen met justitie, ook als gemeente er alles aan moet doen om te zorgen dat dat niet in je eigen stad gebeurt. Ja. Het is niet de oplossing. De oplossing is natuurlijk dat mensen dit soort misdaden niet meer plegen. Maar het kan bijdragen aan het beter beschermen van vrouwen. Waar hij nu over vertelt, dat is al jaren schijnbaar gaande.
Wat heb je al die jaren gedaan om dat op te lossen? Het lukt nog steeds onvoldoende om zeker te weten dat die vrouwen die daar werken dat vrijwillig doen. En dan hoop ik juist op uw hulp, in plaats van op eigenlijk ontkennen van wat er aan de hand is. Nee, ik ontken niets. Ik ontken alleen dat u ons beticht van dingen die er niet vanuit de ondernemer vandaan komen. Geen meisje jonger dan 23. Wat is daar tegen? Dat vind ik discriminatie van de branche. Waarvoor als iemand 18 jaar is, is hij volwassen. Hij mag 18 jaar mag hij in het leger gaan, hij mag doodgeschoten worden, maar met 18 jaar mag je geen prostituee zijn. Je ziet dat die jonge meisjes uit het Oostblok hier naartoe gehaald worden. Dat die slachtoffers zijn. Ja. Is het dan een argument dat Mariska Major, die inderdaad prima sterke meid is geworden, zegt van ja, mannen vinden dat nou helemaal lekker. Kom nou toch op. Dat, met die argumentatie kun je dus alles legaliseren. Je hebt ook nog normen te stellen. Je hebt een taak om die kwetsbare meisjes te beschermen.